Dank, voorzitter. Ja, het is altijd een beetje gek om zo'n debat te doen direct na de verkiezingen. We zitten nog in de stofwolken daarvan. Maar dat neemt niet weg dat de wereld niet op ons wacht. En we spreken vandaag over de wereld. Raad Buitenlandse Zaken. En er staan belangrijke zaken op de agenda. Dus het is heel goed om die vandaag te bespreken. Allereerst natuurlijk de nog altijd voortgaande oorlog in Oekraïne. De invasie en de strijd zit eigenlijk muurvast in het oosten. Het bloedvergieten gaat maar door, ziet de situatie in Bakhmut. De invasie is onacceptabel en dat maakt de steun aan Oekraïne alleszins begrijpelijk. Tegelijk moeten we kijken naar mogelijkheden om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Om een eind te maken aan een uitzichtloze oorlog waar duizenden mannen en vrouwen over de kling worden gejaagd. Dan kom je terecht bij het diplomatieke front. Hoe kijkt de regering naar het Chinese vredesplan, of beter gezegd hun uitgangspunten voor een diplomatiek traject? Ze zijn zeker niet perfect, maar het lijkt erop dat Moskou en Kiev voorzichtig positief reageerden. Dat Zelensky het niet direct heeft afgewezen is relevant, voorzitter, aangezien de westerse bondgenoten en dus ook Nederland dat altijd als voorwaarde stelden. Graag een reactie dus van deze minister. President Macron gaat in april naar China. Steunt de minister dat hij daar een constructieve boodschap aflevert? Is er draagvlak om vanuit de Verenigde Naties een onderhandelaar in te stellen, of als dat niet lukt, een EU-vredesgezant aan te stellen? De Russische agressie mag nooit beloond worden, voorzitter, maar laten we een poging om tot een akkoord te komen niet bij voorbaat afschieten. Deelt de minister die mening? Voorzitter, we zien dat er stappen worden gezet richting berechting van oorlogsmisdadigers. Het is volkomen terecht als dit zou gebeuren. Graag een update van de laatste ontwikkelingen, want we zien enerzijds pogingen om dat vanuit het internationaal strafhof te doen, en anderzijds zou er sprake zijn van een Oekraïne-tribunaal. Hoe staat het ervoor? Voorzitter, dan hebben we dat Europese vredesfonds waar landen wapens kunnen declareren. En het budget voor dat fonds, dus een Europees fonds, dat wordt in hoog tempo verhoogd. Het is van groot belang dat hierover maximale transparantie bestaat. Hoe staat het met de uitvoering van mijn motie om de jaarverslagen openbaar te maken en het Vredesfonds onder te brengen bij de Europese Rekenkamer? En voorzitter, als je kijkt naar al dit soort militaire activiteiten van de Europese Unie, dan wil ik de minister een soort overkoepelende vraag stellen, namelijk hoe verhoudt dit allen zich tot het roemruchte artikel 41.2 van het Europees Verdrag, waar staat dat de Europese Unie zich niet in militaire activiteiten dient te mengen. Voorzitter, de Europese wapenproductie en wapenhandel nemen razendsnel toe door alle ontwikkelingen. Het is van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan. Wapens zijn geen bloemen. We horen echter zorgelijke berichten dat Europese leiders wapens buiten maatschappelijk verantwoord ondernemen en de regelgeving daaromtrent willen houden. Dat zou heel verkeerd zijn, want het verhoogt de kans dat wapens in verkeerde handen vallen. Deelt de regering de mening dat wapenhandel strikt gereguleerd moet zijn en dus ook moet vallen onder de regels rond maatschappelijk verantwoord ondernemen? Voorzitter, in Tunesië zijn zorgwekkende ontwikkelingen. De economie loopt slecht en er is veel agressie jegens migranten. Wat onderneemt de Europese Unie om het land te helpen? Staatssecretaris Van den Burg en ook commissievoorzitter von der Leyen noemden Tunesië als voorbeeld van een land waar je zaken mee kan doen als het gaat om migratie. Het is de vraag of dit haalbaar is. Het wordt al jaren geprobeerd. Wat heeft Tunesië hierbij te winnen, vraag ik de regering. En dit geldt niet alleen voor Tunesië, maar natuurlijk voor alle landen in Noord-Afrika. Zie ook het actieplan Marokko. Maar is het juist dat preventie van illegale migratie en overname van zogenaamde derde landers niet in dat plan staat? Graag een reactie. Voorzitter, met uw toestemming een paar woorden over Israël. Grote zorgen over de nieuwe regering en de plannen die daar worden voorgelegd. Eigenlijk gaat het om een soort uitholling van de rechtsstaat. Hoe kijkt de minister daar naartoe? Hoe kijkt hij aan tegen het feit dat het toch te vaak geen daden maar woorden is? De voorzitter, hoge vertegenwoordiger Borrell zou naar Israël gaan, maar ik begreep dat hij geweigerd wordt door de regering. Hoe kijkt u daarnaar en gaat de Europese Unie nu eens actie ondernemen in plaats van alleen maar woorden te gebruiken? Laatste punt, voorzitter. Iran. Zeer heftige ontwikkeling. Zie de vergiftiging op de meisjesscholen. Het martelen van kinderen kwam zojuist naar buiten. Weer zinwekkend.
Ik wil de commissie erop wijzen dat ik morgen heb georganiseerd dat de activiste, de Iraanse activiste Masih Ahmadinejad, hier op bezoek komt van 11 tot 12. En dat u van harte bent uitgenodigd om daarbij te zijn. U bent over de tijd heen. En graag een reactie op de gestelde vragen.